Tijd dus om Homare Sawa te gaan doen. Zo dan, ik had er even zin in om die naam extreem stereotypisch uit te spreken. En het is gelukt. Ja, klinkt goed. Nu moeten we nog 8 squatsen en deze eerste 2 zouden niet zo moeilijk moeten zijn. Easy. En het is wel een beetje awkward dat ik niet genoeg bronzen rares in de club heb. Dus we moeten 200 coins gaan uitgeven. Maar weet je wat? Dat hoort erbij. Ook deze squat is af. Vanaf nu wordt het leuk. Dan moeten we nog een 83 rated squat gaan doen voor de loonversie van de kaart. Maar die boeit me niet zoveel. Een 86 rated squat met 1 team of the week kaart. Een 86 rated squat met nog een team of the week kaart. Dus dat is ergens wel een klein beetje prijzig. Een 87 rated squat, nog een 87 rated squat en een 88 rated squat. Gelukkig heb ik de duurste 2 al gedaan. Benzema, Casemiro en Elliot, Brandt, Firmino en Antler kunnen wat mij betreft allemaal gewoon weg. En dan hebben we nog een hele hoop nutteloze future stars die wel weg kunnen. En dan is die 88 rated squat eigenlijk zo gehaald. Weet je wat? Helemaal niet slecht. Leveren we dit allemaal in en dan is de lastigste SPC van Sawa gewoon gedaan zonder dat we een coin hoefden uitgeven. En wat krijg je dan terug voor het inleveren van 300k aan spelers? Inderdaad een 79 rated. Mijn god, wat zijn de rewards dit jaar toch slecht. Misschien kunnen we die 87 rated squat er ook nog wel uitpersen. En terwijl ik dat probeer, mogen jullie allemaal even een like achterlaten op deze video, want bij 500 likes komt er morgen weer een gloednieuwe Road to Glory voor jullie uit. En heb je nog niet geabonneerd, doe het zeker weten, want bij de 100.000 abonnees geef ik 100.000 FC points weg aan jullie. En is die 87 rated squad ons gelukt? Natuurlijk jongens, dit was helemaal geen probleem. Leveren we wel weer een hele hoop in en een van mijn laatste future stars, maar goed, ze zijn allemaal niet goed genoeg voor in mijn team, dus dan kan ik ze net zo goed maar gewoon gebruiken in een speler die wel goed genoeg is voor mijn team. Wat gaan we dit keer pakken na het inleveren van zo'n zieke squad? Nou, weer helemaal niks. Het is eigenlijk een beetje teleurstellend aan het worden hoe weinig goede spelers ik verhandelbaar weet te pakken dit jaar. Naast die ene Eto'o in de eerste week van de game heb ik niks meer gepakt. Tradable duurder dan 150k. En goed nieuws jongens, ik wist zelfs nog de volgende 86 rated squad af te maken. Het was echt heerlijk. Ik had zoveel in de club zitten en ik heb het niet eens doorgehad. In die 2 weken sinds Team of the Year voorbij is heb ik zoveel spelers de club in gekregen. En nu kunnen we ze allemaal gebruiken. En weer pakken we helemaal niks. En toen was het wel een beetje op. Ik had nog maar een paar walkouts over. We moeten op een andere manier aan onze spelers gaan komen. Oh, en het nieuwe seizoen is begonnen, jongens. Zojuist, dat is wel geinig. Is wat ik zou zeggen als mascottes me zouden boeien, maar dat doen ze niet. Ik heb nog nooit een pinguïn gezien met obesitas, mijn god. Anyway, wat me wel boeit is even de Future Star Daily Play afronden. Want dan hebben we hem 6 keer gedaan en krijgen we een 84x5 en een 85x4 pack. Ook is er een Future Stars Champions bonus bijgekomen. 50 wins moet je pakken voor alle evoluties. Nou ja, dat is wel veel. De eerste krijg je op 25 wins. Maar je hebt wel ongeveer 27 dagen om dit te doen. Dus dat zou in principe met een beetje geluk wel moeten lukken. Maar goed, ik moet weer mijn dagelijkse 3 potten spelen. En waar doen we dat in? Natuurlijk in squad battles. Weet je waarom? Omdat ik echt al weken niet eens 1 keer de behoefte heb gehad om een rivalspot te starten. Hoe zit dat met jullie jongens? Hebben jullie sinds Team of the Year nog rivals gespeeld? Of houden jullie het lekker bij FUT Champs, de FUT Champs kwalificatie? En hier en daar een squad battle potje die lekker kort duurt. En als je deze squad battle potten niet weet te winnen, dan is er wel iets heel goed mis. En gewoon lekker vanaf de 35e minuut heerlijk rustig op bal. Bezit spelen. Waarom niet? Het is qua battles. Het kan allemaal. Het is misschien doodzaai, maar laten we die derde er ook nog maar even uitknallen. Dan hebben we het weer gewoon gehad voor vandaag. Dat is 1. En dat is 2. Nummer 3. Nummer 4. 5. Zo dan, tegenstander. Relax een beetje. Als dat geen rode kaart is, dan weet ik het ook niet meer. Inderdaad, ga maar douchen. Wat een idiot. Nou, penalty dus. Laten we eerlijk zijn, die gaan we wel scoren. Het is qua battles. Ik denk dat jullie wel begrijpen dat we ook deze pot winnen. Zo, helemaal goed. Krijgen een paar matchcoins. Dat is geinig. Zijn officieel gold 1. Ook leuk. Ik had niet verwacht dat ik dat zou hitten in squad battles. Maar goed, elke dag 3 potten. En dan raak je dat toch aan. Geinig. Maar belangrijker is dat we de daily play hebben afgerond. En ook de completion is. Dus alle 6e dagen. En zoals je kunt zien, krijgen we er 2 hele leuke packs voor. Die daily objective is echt heel erg matig. 150 XP per dag. 150. Waar doe je het dan voor? Kun je net zo goed niet spelen. Kom op nou. En ook leuk is dat we dankzij deze 3 potten onze volgende evolutiestap van Geertruida af hebben gemaakt. En dat betekent dat we aan de laatste gaan beginnen. Hij heeft nu al best wel een leuke centerback kaart. Maar hij wordt nog leuker. We moeten 8 potten winnen. 3 daarvan in rivals spelen. Nou, dat is dan toch maar een keertje nodig, denk ik. En dat is het eigenlijk wel. Superleuk. Die kaart is dus ook bijna af. En we hebben wat leuke packs om te openen. Niks. Uit de 84 plus pack krijgen we een Inform. Dat is toch 20k die we besparen. En nu hebben we walkouts nodig. En in de 84x5 krijgen we er in ieder geval 2. De licht is de eerste. Dat is wel super tof. 86 rated kunnen we goed gebruiken. Maar we hebben voor Sawa echt nog wel wat meer nodig. En dan is een 87 bronze
heel erg lekker meegenomen. En in die 85 keer 4 pack zat maar 1,86 rated walkout. Damn it. En nu wil ik heel graag nog de 84 keer 5's halen uit de store en de 85 keer 2's. En dat kan eigenlijk alleen maar als we nog iets meer kleine lage rated fodder hebben. 82, 83, 84 ratedjes. En dus besloot ik om al mijn golds, in ieder geval tot aan de 78, 79 rating, in 80 plus player picks te gooien. In de eerste kregen we Rüdiger. Tweede player pick, dan komt u maar. Dit ziet er heel goed uit. Yes! Wel balen dat we moeten kiezen. Maar goed, we pakken Donnarumma maar gewoon. Nu krijgen we 84 Højbjerg, 82 Enneseri, 83 Jiménez en 82 Pickett, 83 Haller, 83 Pau Torres, 85 Weerts, 84 Fort, 82 Unal en we eindigen met 82 Vlekken. Ja, dat was niet helemaal geweldig, hè, jongens. Nee. Maar het is wel genoeg om de eerste 84 keer 5 SBC te doen. En hier hebben we echt walkouts uit nodig, jongens. Om die laatste squads van Sawa te doen zonder een cent uit te geven. Of nou ja, 200 coins. Gaan we iets lekker spekken is de grote vraag. Gezien Nederlands centerback Virgil van Dijk zou heerlijk zijn. Maar het is helaas een tweede Matthijs de Ligt. Die hebben we nu dus dubbel. En het is ook nog eens de enige walkout in de pack. Dus eigenlijk is dit best een matige 84 keer 5. En we krijgen ook nog een dubbele trip hier. Wat fijn dit. Die twee dubbele spelers gooien we in de 82 rated squad van de 85 plus keer 2. En dan is het hopen dat we daar misschien wel 2 walkouts uit kunnen packen. Maar goed, dan moeten we ook nog een 83 rated squad inleveren voordat we die pack krijgen. En dan houden we best weinig spelers over voor de 84 keer 5. Dus het is een risico dat we even moeten nemen. Ik vind het zonde om een 86 en 85 te gebruiken in de 84 keer 5 SPC. Dus doen we het maar gewoon hierin. En is het hopen dat we wat lekkers packen. En dan hopen we natuurlijk een goede nation te zien. En dit is een walkout. Het is, als het goed is, Kobel 87 rated. Weet je wat? Het is niet vreselijk. We kunnen het goed gebruiken voor Sawa. Het is wel de enige walkout in de pack, dus dat is een beetje jammer. Gaat er nog wat handigs achter zitten, is de grote vraag. Een dubbele inform. Nou, tijd voor de volgende 84 keer 5. Gelukkig lukt dit gewoon nog met spelers uit de club en hoeven we niet gek veel in te leveren. Een paar 84'tjes. Maar goed, die hebben we in de club zitten. Die kunnen we net zo goed maar gewoon goed gebruiken. Het is hopen dat deze pack ons even een 88 of 89 geeft. En anders een Future Stars icon. Misschien een leuke Future Stars kaart. We hebben gewoon echt hoge rated fodder nodig. EA, alsjeblieft, gun het me. Ik wil die samen vandaag afmaken. En dat kan alleen als we goede spelers packen. Ga me even een walkout geven. Daar beginnen we mee. Dat is fijn. En dit is een 86 rated. Zeg alsjeblieft dat het een dubbele walkout is. Het is een dubbele walkout. Oké, kom op. Nu even een lekkere hoge erachter. Waarom niet, EA? Ik weet dat je het me wil geven. Gun me die Sawa vandaag. Wat gaat erachter zitten? Een Donnarumma. Oh, maar die heb ik al. Oh, die hebben we al. Nou, dat wordt kijken of we weer een squad van Sawa af kunnen maken misschien. Hey, jongens. Helemaal niet vreselijk. We redden die 86 rating gewoon. Zonder problemen. We hoeven weer niks te kopen. We hebben onze dubbele Donnarumma verwerkt. En we zijn een stapje dichter bij Sawa. Volgens mij zijn er nog maar 2 squads en dan hebben we er al. En natuurlijk pakken we weer geen coins mee. We leveren weer 11 spelers waaronder een inform in voor de volgende 84 plus keer 5. En dit keer krijgen we weer 2 walkouts waaronder 89 Ruben Diaz. Dat is zo prettig, jongens. Die Sawa, ik kan er ruiken. En het ruikt naar vis. Wat? Oké, guys. Nou, moest wel weer wat dubbele spelers verwerken. Dat is niet zo erg. Ik besloot dat om de 85 keer 2 te gaan doen. Want geven we toch weer meer kans op walkouts. En die hebben we nodig. En een walkout krijgen we. 88 Ederson. Weer een hele goede walkout om te krijgen. Hoeven we weer geen coins uit te geven. En zo komen we echt heel dichtbij die laatste 87 rated squad van Sawa. En daarmee hebben we officieel genoeg voor de 87 rated squad die we nog moesten doen. Leveren we wel Riese in. Beetje jammer misschien. Hernandez en Walker. Maar goed, wachten op evoluties. Dat heeft toch geen zin. Ik denk dat dit een prima deal was zo. Helemaal niet slecht. Nog 1 squad te gaan. En dat is een 83 rated team. En krijgen we nog iets tradable uit het doen van deze icon? Nee, natuurlijk niet. Volgens mij is een 83 Oyarzabal het beste wat we zien. En ja, ik geef hier misschien wel een beetje heel veel op voor een 83 rated squad. Maar ik had dus echt gewoon totaal geen zin om coins uit te geven. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan er gewoon afmaken. Ik ga niet moeilijk doen. Lever die paar kaarten maar in. Want Sawa is af en ze zit in de club. Hoe lekker is dat, jongens? Toch nog een Team of the Year icon gedaan. Ik had het niet verwacht tijdens Team of the Year. Maar het was eigenlijk zo makkelijk nu met alle fodder die je kon krijgen, dat ik het niet kon laten liggen. En ik moest Zidane gewoon uit mijn team halen, want ik werd helemaal gek van die kaart. En dan is het natuurlijk de vraag, hoe gaat het team eruit zien? We beginnen op goal met Edwin van der Sar. De verdediging bestaat uit Batsha, Geertruida, die dus nog een upgrade nodig heeft, Evolution Alaba en Thunderstruck Icon Cafu. Het middenveld is echt krachtig. Met Valverde, Sawa en Van de Bomen. En in de aanval hebben we Mbappé, Smith en Garincha. Het team is echt heerlijk.